De Surinaamse Service Agents en Exploitantenbond SSEB heeft besloten dat haar leden in beraad blijven. Dit besluit komt gisteren na een algemene ledenvergadering van de bond. De pompstations bieden nu wel hun diensten aan, wat vorige week niet het geval was en voor lange rijen bij enkele stations zorgde. Bondsvoorzitter Guno Kastelen zei gisteren na afloop van de ledenvergadering aan journalisten dat de SSEB een grotere winstmarge wil dat bij staatsbesluit wordt vastgesteld. Kastelen benadrukt dat de winstmarge belangrijk is omdat het gaat maken dat zij niet meer afhankelijk zullen zijn van de marge die de oliemaatschappijen voor hen vaststellen.